Hi Bereschaal, leuk dat je kijkt naar de korte weekhoroscoop van de Mandala. En deze week is voor week nummer 33. En dat is van maandag 12 augustus tot en met zondag 18 augustus. Zal ik de kaarten schudden om te kijken wat week 33 voor de weegschaal gaat brengen? Dan lijkt het weegschaal alsof je in het begin van de week misschien even voor jezelf aan het zoeken bent waar je nu eigenlijk staat. Het kan zijn dat je je misschien wat in de steek gelaten voelt, of dat je even niet weet wat je nu eigenlijk moet gaan doen. Maar ik heb het idee dat het je vooral een stuk gaat brengen dat je heel graag bepaalde veranderingen wil doorvoeren. Dat kan zijn aan de hand van wat je daar op dat moment voelt. Het kan ook gewoon zijn dat je aan het groeien bent en dat je dat voor jezelf aan het onderzoeken bent. Je lijkt een bepaalde richting in te gaan die best wel wat veranderingen met zich mee gaat brengen, maar het is een stukje waar je absoluut volledig voor jezelf voor gaat kiezen. En ook al is dat een stukje wat je misschien een beetje onzeker of spannend kan lijken, ik heb toch het idee dat je heel, heel bewust zelf kiest om een bepaald pad in te gaan. En dat lijkt echt wel een hele fijne, goede keus voor je te gaan zijn. Dit is alweer de korte weekhoroscoop. Ik hoor natuurlijk heel graag wat je ervan gevonden hebt. En ik wens je sowieso een super fijne week.